We zijn toe aan het vragenrondje, dames en heren. En dat betekent dat u uw vraag mag stellen, uw algemene vraag mag stellen aan een van beide artsen. Zij gaan hem zo goed mogelijk beantwoorden. En ik heb ook al een paar Twitter-vragen binnengekregen. Dus u thuis, we gaan zo dadelijk ook uw vraag beantwoorden. Zouden jullie bij mij willen komen staan? Ja. Ja? Ja. Nou, ik vloek een beetje met jou. Ga ik lekker in het midden? Goed. Als u een vraag heeft, steek even uw hand op of ga even staan. Dan komt de microfoon even bij u. Dan kunnen we u allemaal goed verstaan. En als het nodig is, herhaal ik de vraag nog even voor thuis. Want het is anders een beetje moeilijk te volgen. Wie heeft een vraag voor een van beide artsen? Gaat u even staan. Ik wilde vragen, mijn vriendin en mijn man zijn bij de pijnbestrijding in Zwolle. En bij dokter Simons en bij dokter Oostra. Waarom wordt daar door die artsen niet gezegd van, je kan misschien beter naar zo'n pijnteam? Want het werkt niet. De pijnbestrijding bij hun. Mm-hmm. Wie gaat de vraag beantwoorden? Nou ja, ik wil er wel iets over zeggen. Ja, in het specifieke geval kan ik er natuurlijk ook niet op ingaan, want ik ken de details niet. Maar ik denk dat als u die vraag heeft, dat u het gewoon moet vragen aan dokter Simons of aan dokter Ooster. En die zullen zeer welwillend zijn en u uitleggen wat de mogelijkheden zijn. En ja, als u daar een mogelijkheid zoekt, waarom niet? Dan kunnen we het altijd voorleggen aan het pijnteam. Dat is nooit een probleem. Goed, ze knikt instemmend, dus ze is het helemaal met je eens. Dankjewel, Gerrit. Nog een vraag, mevrouw hier. Wat zijn de criteria om bij een pijncentrum te mogen komen? En moet dat via de huisarts? Of? De criteria voor het pijncentrum. Hoe erg moet het zijn? Nou, eigenlijk maar één. Pijn. Ja, heel simpel. Als u pijn heeft en u wil daar vanaf, tenminste, en dan kunnen wij kijken of we er iets aan kunnen doen. Ja. Dus je mag zelf bepalen. In principe is het natuurlijk de huisarts, je eigen huisarts, die je verwijst. En daar komt er ook een gerichte vraagstelling. Want vaak is er een voorgeschiedenis. De huisarts heeft zelf dingen gedaan. En dat zijn dingen die ook soms belangrijk kunnen zijn in het hele verloop. Want ja, wat speelt er verder mee? Dat is ook de reden dat in het pijnteam een huisarts opgenomen zit. Dan krijg je die één-op-één communicatie. Een huisarts kijkt toch anders naar een patiënt dan een prikdokter of een fysiotherapeut. En zo probeer je die drempel inderdaad zo laag mogelijk te krijgen. En zodra de huisarts iets heeft van, ik vind dat er een keer goed naar gekeken moet worden, samen met de patiënt, dan is dat voldoende om een aanmelding te krijgen als patiënt. Ja, is uw vraag goed beantwoord? Fijn. Ik heb even een vraag via Twitter binnengekregen. En die sluit hier denk ik heel mooi bij aan, Harry. Een vraag van Irene Alders. Zit de patiënt ook in het pijnteam? Eigenlijk wel, ja. Het is natuurlijk zo dat het overleg met het pijnteam wordt, ja, soms door één arts gedaan, op het moment dat je daar het meeste contact mee hebt, dat die je heeft aanbevolen. Maar het is ook heel vaak dat er twee of drie leden van het pijnteam die zelf in het gemeenschappelijk overleg tot het idee komen dat ze iets kunnen bijdragen aan het herstel van de patiënt, dat die gewoon bij de patiënt gaan vertellen wat hun idee is en waarin zij kunnen bijdragen. En zodat de patiënt krijgt niet van iedereen dan de mening, om maar zo te zeggen, maar wel van diegenen die iets te betekenen hebben voor die patiënt. Kijk, op het moment dat je rugklachten hebt en je bent bij de neuroloog geweest, zeg je, ja, maar ik kan er helemaal niks mee. Dan kan de neuroloog er wel bij zitten, maar dat voegt niks toe. Dan is het veel beter om diegenen die wel iets bijdragen, om die erbij betrokken te hebben. En als patiënt praat je natuurlijk ook over mee. En je bent dan op dat moment onderdeel van het pijnteam. Dankjewel. En ik hoop, Irene, dat je vraag goed beantwoord is. Achterin zie ik mevrouw staan. Ja, mevrouw, gaat u even staan, alstublieft. Ik wil graag weten of er de laatste jaren nog nieuwe ontwikkelingen zijn geweest bij het pijnteam. Ik ben daar een jaar of 6, 7, ik weet niet precies, geleden geweest. Toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, we doen het niet langer. Ik heb namelijk aan de ene kant een epiduraal die niet goed gegaan is. En aan de andere kant een mislukte heupoperatie die opnieuw gedaan is. Maar ik heb altijd pijn. U spreekt over, denk ik net, over een ander soort pijn. Is hier nog iets mogelijk dat u weet? Mag ik u even onderbreken, mevrouw? Ik vind dit een hele persoonlijke vraag. En ik stel voor dat u deze vraag zo dadelijk stelt na afloop van dit vraagrondje in de foyer.
Dat kan ik helaas niet, want ik word door de regiotaxi opgehaald. Nou, dan, dan is het goed. Ik ga er dwars voor liggen. Ja, ga er voor liggen. Goed. Gerrit Keijzer gaat uw vraag beantwoorden. Nee, voor die taxi ga ik dwars voor liggen. Nee, we hebben net afgesproken dat ze het apart zouden doen. Ja, dan heb je zelf het pijnteam nodig straks. Voor jou. Nog even concreet, mevrouw. Uw vraag, alstublieft. Nee? Ik weet hem toch nou ja, mijn vraag is dus of er nieuwe ontwikkelingen zijn binnen het PAIN-team. Onmogelijk nu te bepalen. Daarvoor zullen we eerst een gesprek moeten hebben om te kijken wat de PAIN precies is. En wat de mogelijkheden zijn. Ja, zo dan maak ik graag een afspraak met uw secretaresse om bij u te komen. Ik zal mijn secretaresse even opzoeken en die komt zo bij u langs. Ik neem aan dat het mogelijk is. Ja, dank u wel. Mooi, dank u wel. Achterin, helemaal achterin, zie ik een hand omhoog gaan. En nog iemand daarvoor. Voordat de microfoon bij u is, ga ik gewoon even een Twittervraag behandelen. Wat kun je doen om te zorgen dat anderen je pijn serieus nemen? Harry. Ja, dat is een hele moeilijke natuurlijk. Datgene wat je in ieder geval moet aangeven is dat pijn inderdaad, het is je beleving. Het is je beleving die meedoet. En serieus nemen door een ander betekent ook eigenlijk dat je zelf de ander serieus moet nemen. Dat is een beetje cryptisch meteen. Maar op het moment dat jij pijn hebt, betekent dat je ook pijngedrag hebt. En dat je op een bepaalde manier erop reageert. En klaarblijkelijk reageert de omgeving er ook op door te zeggen van ja, dat van jou, dat is misschien niet echt, daar zitten andere dingen bij. Dus moet je daar gewoon heel eerlijk in zijn. En moet je wat dat betreft kunnen vertellen wat je te vertellen hebt. Maar die ander is de spiegel die jou ook vertelt wat jij ermee doet. Misschien ben je door die pijn hartstikke chagrijnig geworden. En is dat de reden dat ze het eigenlijk niet zo... Ja, ik ga met jou niet over plagen, want jij klaagt alleen maar. Nou, dan moet je zeggen, maar waarom klaag ik dan? Want probeer dus dat gewoon open te maken. Maar accepteer op dat moment ook dat als je wil dat je zelf serieus genomen wordt, dat je de ander ook serieus neemt. En weet dat jij ook invloed op die ander hebt. En een gesprek betekent ook een beetje geven en nemen daarin. En dat is vaak heel moeilijk, want op het moment dat je pijn hebt, heb je soms het gevoel van ik wil gewoon tegen iemand aanpraten en ik wil gewoon mijn ei kwijt. Dat is goed, dat kan, dat moet je ook aangeven. Op het moment dat je begrip wil hebben en wil hebben dat iemand met je meedenkt, neem diegene ook serieus. Maar blijf aandacht vragen, dat is dus de rode draad. Ja. Goed. Nog iemand in de zaal? Daar zie ik nog, een heleboel vingers, in ieder geval daar achterin. Is daar een microfoon? Ja, bovenin. Mag ik hier de vraag stellen? Ik wil het vraag stellen aan dokter Keijzer. Hoe denkt u over laserbehandeling van gewrichtspijn in het SI-gewricht? Laserbehandeling? Daar heb ik geen ervaring mee. Daar kan ik heb een heel artikel over gelezen. Het staat ook op de sites en zo. Ja. En men is er enthousiast over. Maar, en dat het langer meegaat dan de pijnprikken die ik heb gehad in Zwolle van dokter Simons, ja. En die heb ik nog 3 keer gehad en dat mag dan niet zo vaak gebeuren. Maar een laserbehandeling zou dan minder vaak kunnen gebeuren. Maar heb je daar ervaring mee? Ik heb geen ervaring mee. Ik kan u daar geen antwoord op geven. Maar ik zal het nazoeken, kijken wat daarover te vinden is. Ja. Ik heb een uittreksel van een advertentie ervan. Misschien dat u dat... Een advertentie, ja. Ik heb heel veel advertenties vanavond gezien. Ja. Nee, maar goed, ik neem gane van u in ontvangst en ik zal er naar kijken. Ja. Ja. Okay. En als u even uw naam opschrijft, dan neemt dokter Keijzer zeker contact met u op. Bovenin, ja. Ik heb eigenlijk 2 vragen. Ten eerste, ik gebruik op dit moment tramadol, oxycontin, een beetje beide afwisselend. En ik vroeg me af of daar misschien ook een neusspray voor is, of dat misschien ook een optie voor mij zou kunnen zijn. Want ik word echt verschrikkelijk misselijk, geen honger. Ik heb heel veel jeuk en ja, dat is gewoon echt drama. Dus vroeg me af of daar misschien ook iets van een neusspray voor beschikbaar is. Ja, op dit moment nog niet. Maar er zijn wel andere mogelijkheden. Met name patches, dus huidpleisters die je kunt gebruiken. En wat heel belangrijk daarin is, is dat het een veel constantere afgifte geeft. Vaak dat de misselijkheid bij het gebruik van dit soort middelen is, dat je op een gegeven moment een hele hoge piek hebt op het moment dat het gaat inwerken en daarna werkt het langzaam uit en dan valt het wel weer mee en na de volgende tablet gebeurt het weer.
Zo'n patch geeft een veel betere spreiding over de dag. En dat geeft wat dat betreft gewoon een veel betere, veel beter effect. Er zijn neusprays in ontwikkeling die langdurige preparaten in zich hebben, die 24 uur werken. Op dit moment ligt de nadruk nog vooral op middelen die gewoon heel snel inwerken en met name om snelle korte pijn tegen te gaan. Doorbraakpijn noemen we dat. Maar die andere ontwikkeling is gaande. En is met name ook, de fabrikanten verwachten eigenlijk dat ze over een jaar of twee, drie de eerste langwerkende preparaten op de markt hebben. Maar voor in tussentijd zou ik met een pleister proberen om die spiegel heel constant te krijgen. Succes ermee. Ja, dankjewel. Ja. Nou, er zijn hier nog een heleboel andere vragen, dus we gaan even door hier in de zaal. Dankjewel. Hiervoor misschien? Ja. Ik wou vragen, komt het ook veel bij kinderen voor en is daar ook een behandeling voor? Chronische pijn bedoel je? Chronische pijn, ja. Nou ja, daar is wel iets over te zeggen. Je ziet bijvoorbeeld fantoompijn, dat weet ik toevallig uit de studie. Dat veel voorkomt. Maar kinderen onder de 7 jaar die een amputatie hebben gehad, die ontwikkelen geen fantoompijn. Dus er is toch iets in de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel wat er een rol bij speelt. Maar ook kinderen kunnen chronische pijn krijgen, absoluut. Ja. Die zijn er wel. Ja. Dankjewel, Gerrit. Daarachterin. Eindelijk bent u aan de beurt. Gaat u even staan, alstublieft. Ik vroeg me af of jullie ervaring hebben met de behandeling van fibromyalgie. Van? Fibromyalgie, wekendelenreuma. Nee, voor zover ik weet hebben we geen patiënten in onze praktijk die daaraan lijden. Nee. Maar kunnen jullie daar wat mee? Want die mensen die of hebben zei u fibromyalgie? Ja, ja of die mensen verstond hebben het niet goed. Ja, sorry, misschien niet helemaal zeker, duidelijk. Zeker, er worden patiënten behandeld voor fibromyalgie. De origine daarvan is natuurlijk nog steeds onbekend. Maar we weten wel dat met name de slaap daar een hele grote rol in speelt. Met name die hele diepe slaap die gestoord raakt door al die pijnen. Je moet je voorstellen, overal heb je aanrakingspunten die pijnlijk zijn. En die verstoren de slaap. En op een gegeven moment wordt dat een chronische slaapverstoring. Je ziet mensen, je ziet vaak als je normale slaap hebt, moet ik nog even uitleggen, dan heb je een ritme waarin je ongeveer 4 keer of 5 keer in die hele diepe slaap geraakt. Tijdens je slaapperiode van een uur of 6, 7. Bij mensen met chronische pijn zie je dat die frequentie gaat toenemen en dat ze niet zo diep komen in slaap, maar soms wel 50 keer op en neer gaan. Je komt dus elke keer helemaal bovenaan, dan word je bijna wakker en dan val je in slaap. En dan word je weer wakker en val je in slaap. Als je dan fibromyalgie hebt, dan zie je dat dus versnellen tot sommige patiënten wel 50 keer op een nacht. Dus 50 keer worden ze bijna wakker, terwijl het normaal 4 of 5 keer is. De droomperiode neemt dan ook toe. Hè? Je droomt in die laatste periode voordat je wakker wordt. Dan heb je je droomperiode. Je laatste droom herinner je. Die andere 4 vergeet je. Die ben je kwijt. Maar je laatste droom waar je mee wakker wordt, dat is je laatste droom geweest. Die mensen die dromen dus meer dan dat ze slapen. Dus wat we proberen is met medicijnen, en daar zijn vrij simpele medicijnen voor, om die slaap, die diepe slaap met name weer te stimuleren, zodat mensen weer uitgerust wakker worden. En dan voor de rest hopen dat het overgaat. Ja. Dankjewel voor je vraag. Ik zie daar nog een vinger. Mevrouw. Ik wil graag weten hoe het met de vergoeding staat en op hoeveel behandelingen je moet rekenen om een resultaat te zien. Nog even voor alle duidelijkheid. Hoe het is met de vergoeding en op hoeveel behandelingen moet je rekenen om een resultaat te zien. Hoe zit het met de vergoedingen, heren? In principe is het reguliere zorg. En dat betekent dat de meeste behandelingen daarin in het kader van pijnbestrijding gewoon vergoed worden. Zeker ziekenhuisbehandelingen. Fysiotherapie ligt natuurlijk wat lastiger, omdat daar door de verzekeraars maxima aan gesteld zijn. Maar de klinische behandelingen worden zeker vergoed. Ander probleem wat er wel bij ligt, is dat natuurlijk een aantal van de invasievere, van de grotere behandelingen zijn ontzettend prijzig. Het implanteren van zo'n pacemaker, wat Gerrit vertelde, zo'n ACE, zo'n zenuwstimulator, is heel duur. En dat betekent ook dat maar een beperkt aantal ziekenhuizen in Nederland de toestemming hebben gekregen om van dat soort kastjes in te bouwen. Ook om voldoende ervaring per dokter te hebben. Dat aan de ene kant. Dat betekent dus dat er, omdat er weinig ziekenhuizen zijn, dat er een beperkt budget door de ziektekostenverzekeraars beschikbaar wordt gesteld. Ja, dat je weliswaar recht op hebt, maar dat je het niet direct krijgt. En misschien wel helemaal niet krijgt, omdat de wachtlijst heel groot is. En hoeveel behandelingen je nodig hebt, ja, dat ligt eraan.
Ik heb één patiënt die komt één keer in de 4 jaar terug. Die heeft zo'n CRPS, zo'n dystrofie. En die komt één keer in de 4 jaar terug, krijgt dan 3 behandelingen en blijft dan weer 4 jaar weg. En andere mensen worden bijna wekelijks eraan behandeld. Dus daar is niks over te zeggen inderdaad hoe lang het gaat duren. Weer het hele individuele, dus jouw pijn, met jouw probleem. En daar gaan we naar kijken hoe dat het beste kan. En ja, daar komt een individuele therapie uit. Dankjewel. Ik zie daar nog een vinger. Hoe denkt u over de Macedonische therapie? Hoe denkt u over de Macedonische therapie? Dat is nou heel goed. Nee, wij in leg eens even uit, hè? De Macedonische therapie. Er was een dame in Macedonië. Daar ben ik de naam even kwijt. Maar goed, die behandelde patiënten met een posttraumatische dystrofie, zoals het toen nog genoemd werd, nu CPS type 1 dus, door een vorm van manuele therapie. Dus flink doorbewegen, geen rekening houden met de pijn, gewoon door de pijn heen bewegen. Er zijn een aantal artsen uit Hogeveen zijn erheen gereisd. Die hebben daar de boel bestudeerd. Ik ben ook in Hogeveen geweest bij hun om daar te kijken wat hun bevindingen waren. Ze hebben daar een therapie opgezet. En het doel van de therapie is de functie van met name handen en voeten weer terug te krijgen. En dat lukt ze vrij goed door die therapie. Dat is een vrij hardhandige therapie. We hebben een aantal fysiotherapeuten die een soortgelijke therapie voor onze patiënten uitvoeren. Wij vinden wel daarbij dat er ook ondersteuning nodig is, zeker tegen de pijnklachten. Want de echte Macedonische therapie houdt gewoon geen rekening met de pijn. Dat is niet het doel. De pijn verlichten is niet het doel, het is alleen maar functieherstel. En dat gelukt soms heel goed, maar soms ook niet. Maar goed, dat zijn er ongetwijfeld. Ik heb heel veel patiënten die daar positieve ervaringen mee hebben. Maar soms lukt het ook niet, want er is meer dan alleen dat. Je moet meer veranderen. Dat hebben we hopelijk vanavond laten zien, dat er veel meer dingen zijn. En sommigen lukt dat vanzelf en anderen hebben daar hulp bij nodig. Vandaar ook, wij doen het wel. We hebben een aantal fysiotherapeuten die soortgelijke behandelingen doen. Ook toepassen bij patiënten. De patiënt moet er echt voor gemotiveerd zijn, want dat doet gewoon zeer. Dus ja, dat alleen geeft al aan hoe de motivatie is en hoe je instelling is. En hoe je dus dat zelfgenezend vermogen van je brein gaat gebruiken om te genezen. En dat is heel positief. Dus ja, ik verwijs regelmatig patiënten naar Hogeveen daarvoor. Dankjewel. Plot. Dankjewel, Gerrit. Meneer. Helemaal in het midden, met blauwe trui. Voordat mensen bij u komen, hebben ze al een hele lijdensweg achter de rug. Heel vaak wordt mensen geadviseerd, neem maar een paracetamol. Tot mijn stomme verbazing hoor ik net van u beiden dat u helemaal niet weet hoe dat spul werkt. Nee, niemand. Dat is heel merkwaardig. Ja. Maar ik meen ook beluisterd te hebben, en dat is mijn vraag, wat zijn de bijwerkingen? Want dat weten heel veel mensen kennelijk niet. Weet u dat wel? Ja. De bijwerkingen van paracetamol. Als u een doosje paracetamol koopt, zit daar een bijsluiter bij. Daar zijn ze allemaal in genoemd. Ja. Maar de meest problematische is natuurlijk dat je dat spul niet zomaar ongestraft kan slikken. Je moet echt stoppen bij 4 gram op een dag. Dat je en hoeveel pilletjes? Hoeveel van die tabletten? Dat zijn 8 van die tabletjes van 500 milligram. En je moet het ook niet door je kleinkind in handen laten nemen. Want als hij zo'n strip opeet, ja, dan is het een heel groot probleem. Want je lever, die krijgt dan een vinkerklap. En het is heel erg toxisch voor de lever, paracetamol. Dus het is niet slecht voor de maag, maar wel voor de lever. Als je voldoende neemt. Andere bijwerking die heel veel optreedt bij het chronisch gebruik van paracetamol zijn maagklachten. In een andere vorm, misselijkheid, vol gevoel, oprispingen. Dat komt veel vaker voor dan bij bijvoorbeeld Brufen en Naproxine. Die geven meer directe maagpijn, echt knagende pijn en soms maagbloedingen, omdat het invloed heeft op het maagslijmvlies en de stolling. Paracetamol doet dat niet, maar het geeft wel heel vaak misselijkheid. En mensen die dus op een dubbeltherapie met medicatie staan, meerdere dingen, en die klagen over misselijkheid, is de neiging om de paracetamol te laten staan is niet altijd de juiste. Het is ook heel vaak zo van probeer eens eventjes zonder paracetamol, kijken hoe het dan gaat. Dat leidt vaak tot hele goede resultaten. Maakt u zich als team niet ongerust dat in het circuit voor u zo vaak deze paracetamol wordt aanbevolen? Als je gaat kijken naar medicatie en naar veiligheid, dan praten we over een aantal mechanismen die erin zitten.
En een van die mechanismen die we hebben, dat noemen we therapeutische index. Dat is hoeveel kun je gebruiken en aan de andere kant hoeveel zijn de bijwerkingen. Nou ligt dat voor paracetamol. Als je het niet te veel gebruikt, zijn de hoeveelheid bijwerkingen zijn relatief beperkt en relatief onschuldig. In de vorm van, kijk, je moet niet te veel nemen, dan gaat je lever eraan, dat is waar. Maar goed, misselijkheid, nou, oké, daar kun je mee leven. Voor de rest soms wat huidafwijkingen, soms een milde allergische reactie. Ja, dat is over het algemeen is dat niet zo heel schadelijk. We zijn natuurlijk veel banger voor medicijnen die een bijwerking kunnen geven, die ook vrij in de handel zijn. Neem Brufen bijvoorbeeld, waar je maagbloeding van kan krijgen, waar je gewoon aan kunt doodbloeden. Of waar je nieren door kunnen stoppen. Dat heeft een veel groter risico met zich mee. Dus paracetamol is relatief veilig, maar er zijn wel degelijk bijwerkingen. En je moet het dus altijd scherp hebben wat die bijwerkingen zijn. Ja, en doe maar een paracetamolletje. Baat het niet, schaadt het wel. En baat het toch, schaadt het nog. Dat geldt ook voor paracetamol. Dank je. De laatste vraag. Het is 10:00. Hallo. We hebben vanavond heel veel gehoord over dat lichamelijke pijn overgaat in chronische pijn. Maar je hebt ook nog iets als emotionele pijn. Dat voel je ook in je lijf. En hoe wordt dat chronisch? Of wat gebeurt er dan in je lijf, zeg maar, totdat het chronisch wordt? Ja, er zijn een hele hoop mechanismen die meespelen. Een van de dingen, chronische pijn ontwikkelt zich. En wat chronische pijn is, hoe je dat definieert, dat er zijn ook een aantal, daar kun je een aantal definities op loslaten. Want het begint eigenlijk al met een week of 3-4. Dan heb je geen weefsel meer wat stuk is. En als er dan nog pijn is, begin je eigenlijk chronische pijn te krijgen. Chronische pijn geeft gewoon, maakt je korzelig. Ik weet niet of je zelf, als je pijn hebt, en je hebt het een dag, je hebt het twee dagen. Na de derde dag ga je een beetje chagrijnig rondlopen. Slaap je slecht, gaat je humeur beïnvloeden. En dan ga je je leven erop aanpassen. En je gaat 's avonds je bed uit of 's nachts je bed uit. Je gaat het anders doen. En dat beïnvloedt je wel degelijk. En dat beïnvloedt je emotie ook. Je krijgt, wat Gerrit ook noemde, de slapeloosheid die mee gaat doen. Je hele dagelijkse ritme, je dag-nachtritme, je nachtritme gaat omver. En dat betekent dat je daar gewoon emotioneel op reageert. Als je een nacht niet slaapt, heeft het wel degelijk invloed. Vroeger in de psychiatrie was het zo, als je iemand die heel erg gedeprimeerd was, als je die wilde laten opknappen, dan hield je hem de hele nacht wakker. En als je zelf ooit een keer een nachtdienst gedaan hebt en je werkt door tot 5:00, 6:00 's ochtends, dan kun je de hele wereld aan. Want je hebt geen enkele remming meer. Nou, dat betekent inderdaad dat er zoveel mechanismen in je lichaam zitten, dat je zelf door je ritme te veranderen, te bepalen, kun je je eigen stemming beïnvloeden. Nou, dat is een beetje richting die emotionaliteit van, je hebt heel veel in de hand. Soms ten negatieve, omdat het gebeurt door de pijn, maar soms ten positieve, omdat je er verbetering in je leven mee kunt krijgen. Dus maar ik bedoel eigenlijk emotionele pijn aan niet door je lichaam. Door omstandigheden of situaties die gekomen zijn in je leven, mm-hmm. Die voel je op een gegeven moment ook in je pijn. Bijvoorbeeld schouderklachten of rugklachten of zo. Hoe dat dan werkt. Want we hebben nu heel veel gezien dat als je een wond hebt in je lichaam, mm-hmm. dat via die zenuw naar je ruggenmerg wordt gebracht. Maar hoe zit het met emotionele pijn, zielenpijn zeg maar? Dat bedoel ik eigenlijk. Er is invloed op een aantal mechanismen. Depressies werken in op je weerstand. Dat is eigenlijk heel simpel, dat weten we eigenlijk allemaal. Als je gedeprimeerd bent, dan ben je ook eerder vatbaar voor ziektes. Je weerstand neemt af. En dat betekent ook dat je lichaam is eigenlijk continu in een soort herstelfase. Wat Gerrit daar straks ook heel duidelijk aangaf. Eigenlijk zijn we allemaal een beetje chronisch pijnpatiënten. We hebben iedere dag wel pijn. Alleen je herstelt ervan. Je herstelt er snel van. En je hebt dus ook die balans in je lichaam tussen herstellend van schade en aan de andere kant krijg je dus, als je emotioneel gestrest bent, krijg je een verminderd herstellingsvermogen. En een van de dingen die zou kunnen meespelen is dus dat je daarom kwetsbaarder bent in die fase. Daarbij vergeet ook niet dat als jij gedeprimeerd bent, een heel mooi voorbeeld, van tevoren hadden we een training. En hoe we moesten presenteren, dat was heel leuk. En Gerrit was door zijn rug gegaan. Hij liep dus zo naar buiten. Maar je kon op dat moment aan hem zien dat hij zoiets had van, ik moet nog presenteren ook en ik heb last van mijn rug. Je houding verandert op het moment dat je gedeprimeerd bent ook. Je laat je hoofd hangen. Je ziet je bewegingen, zie je anders worden. Dat betekent dat je ook rek krijgt op kapsels. Nou, als daarbij je genezingstendens minder komt, kun je daarmee een volgorde herkennen dat je gewoon
ja, dat je gewoon pijn krijgt. Bedenk aan de andere kant hoe goed je je vaak voelde als je aan het hardlopen bent geweest. Lekker druk bezig, lekker aan het sporten geweest en je komt thuis, je bent moe, maar je voelt je heerlijk. Dat is het tegenovergestelde. Je kunt dus je emotie en je lichaamskracht kun je aan elkaar koppelen. En misschien het gebrek aan lichaamskracht ook het gebrek aan herstelvermogen. Dankjewel. Ik hoop dat je vraag zo goed beantwoord is. Het is tijd voor een bloemetje, denk ik. Dat hebben ze wel verdiend, hè? Ja, absoluut. En een applaus. Oeh, dankjewel. Ja. Gerrit Keijzer en Harry Naber. Nog één keer een applausje. Goed gedaan. Dankjewel. Ja, dames en heren, we hopen dat u een boeiende avond heeft gehad en dat u een heleboel nieuwe dingen heeft gezien en gehoord. Ja, als u wilt, dan kunt u zo dadelijk in de foyer nog even uw persoonlijke vraag stellen aan een van beide artsen. En er zijn allerlei vragenkaartjes, die kunt u invullen en inleveren bij de gastvrouwen. Dan kunt u op de hoogte worden gehouden van alle lezingen die hier zijn in Odeon. De Isala Publieksacademie die wil u heel erg hartelijk bedanken voor uw actieve deelname deze avond. En natuurlijk voor uw komst hier naar Odeon en u thuis bij de livestream voor het kijken. Heel fijn dat u er was. En ja, wellicht tot onze volgende avond. En die is op maandag 14 mei en die gaat over het brein. Heel graag tot dan.